over. Het is zo dat we hebben een uitstekende staf, we hebben een uitstekende spelersgroep. Het is 5 wedstrijden te gaan. Het is een unieke titelstrijd die nu op dit moment gaande is. Normaal gesproken, als je 71 punten hebt, sta je echt 5, 6 punten voor. Maar dat geldt voor beide teams. Ja, op dit moment is het een echte strijd. En het wordt ook heel interessant hoe dat gaat aflopen. Ik zit hier nu voor het 5e seizoen. Ik heb alles meegemaakt. Ruime titel. Ik ken het de laatste dag. Een keer in de thuiswedstrijd. Dus dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus we gaan kijken hoe dit afloopt. Nee, heeft natuurlijk geen glazen bol. Maar ziet u het nog voor de PSV-fans dan nog goed komen? Ja, ik zie dat goed komen. Het is zo dat het is niet eenvoudig. En wij staan tweede, dus er moet wel wat gebeuren links en rechts. Maar als je in topsport bezig bent, dan is de bedoeling om prijzen binnen te halen. Niet eenvoudig, maar dat geldt ook omdat er een grote concurrent is die het ook heel goed doet. Maar het enige waar ze hier mee bezig zijn, is om te kijken of we de titel kunnen binnenhalen.